Welkom iedereen bij alweer een aflevering van het Wetenschapscafé. Eens meer wetenschap in combinatie met vertier en drank. Het systeem is eigenlijk altijd hetzelfde. Jullie zitten neer of staan recht, luisteren en bestellen iets wanneer jullie dorst hebben. Welkom allemaal bij deze debatavond over artificiële intelligentie. Het onderwerp van AI is de afgelopen jaren steeds relevanter geworden en heeft veel discussies opgeroepen. Van autonome voertuigen tot gezichtsherkenningstechnologie en van virtuele assistenten tot zelfregulerende algoritmen. AI heeft de potentie om onze wereld ingrijpend te veranderen. Het brengt zowel kansen als uitdagingen met zich mee en daarom is het belangrijk om erover te blijven praten en te debatteren. U hoort het misschien, dames en heren, die woorden komen niet van mij. Ik heb de inleiding van dit debat laten schrijven door ChatGPT. Jullie horen misschien aan het feit dat het iets minder eloquent is en een beetje hoekiger dan de gemiddelde knakjournalist, hoop ik. Voor de rest is het stemt wel tot nadenken, hè, want dit is een relatief samenhangende tekst. Ik vrees ook als het wetenschapscafé hiervan hoort dat over een jaar de moderator misschien vervangen wordt en wegbezuinigd en dat er een hologram in de plaats komt of zo. Het is duidelijk dat artificiële intelligentie wel iets is wat ons allemaal bezig hoort. Zullen robots ooit slim genoeg zijn om knakjournalisten te vervangen? Zullen wij ooit gewoon op de achterbank van de auto kunnen gaan zitten, omdat de auto voor ons zal rijden? Zullen wij ooit op doktersvisite gaan bij een robot? Of zullen wij dat gewoon aan een computer kunnen vragen wat er met ons scheelt? Geen hologrammen, chatprogramma's of pratende robots bij ons vandaag, maar nog steeds twee experten van vlees en bloed, voor zover ik heb kunnen vaststellen. Ik ga ze even aan u voorstellen, onze twee experten die alles weten over de wonderwereld van artificiële intelligentie. We hebben hier Wim van Biezen. Wim van Biezen is diensthoofd nefrologie aan de UZ Gent. Hij is dus een nierspecialist. Daarnaast is hij hoogleraar aan de Universiteit Gent en doseert hij evidence-based medicine. Hij is ook medeoprichter van het consortium Verantwoorde Digitale Gezondheidszorg, waarin hij zich buigt over de vraag over hoe we al die moderne technologie op een ethische, correcte manier in onze gezondheidszorg kunnen toepassen. En ook aan mijn rechterhand, maar iets verder aan mijn rechterhand, hebben we Marie de Witte. Zij is van opleiding biomedicus, maar werkt vandaag in de opleiding Multimedia and Creative Technologies aan de HoWest. En ze heeft les over data science, programmeren en machine learning. Ze houdt zich ook bezig met AI for Healthcare, een opleiding waar geleerd wordt hoe artificiële intelligentie in de gezondheidszorg kan worden ingezet. Mevrouw de Witte, meneer Van Wiese, we hebben het nu al de hele tijd over artificiële intelligentie. De artificiële, dat begrijpen de meeste mensen, denk ik wel. Maar de facto intelligentie, wat betekent intelligentie eigenlijk als we het over artificiële intelligentie hebben? Wel, intelligentie is het probleem, denk ik, binnen de artificiële intelligentie, omdat de meeste vormen van artificiële intelligentie, AI, die nu gebruikt worden, eigenlijk niet echt intelligent zijn. Hè? En daarom denk ik dat het belangrijk is om te weten, te beseffen, dat er een verschil is tussen informatie, heel veel informatie, waar al die gedigitaliseerde systemen, want daar spreken we eigenlijk over, heel sterk in zijn. Hè? Computers kunnen heel snel heel veel informatie capteren, opslaan, gaan opzoeken, et cetera, en gaan verwerken. Maar informatie is niet hetzelfde als kennis. Kennis is weten wat je met de gegevens die je hebt kunt doen en daar iets uit concluderen, een bepaalde gevolgtrekking maken die je vooruit helpt in de wereld. Hè. Je kunt bijvoorbeeld alle datapunten hebben van alle localisaties in Gent, alle cafés in Gent op een map hebben, maar dan weet je nog niet wat je in die café kunt gaan doen. Dan moet je weten, en mensen weten dat, robots iets minder, in een café, er is meestal drank en je kunt daar dus iets gaan drinken. Hè. Dus je hebt informatie en je hebt kennis. En waar de artificiële intelligentie op dit moment extreem sterk in is eigenlijk associaties leggen.
tussen wat men heeft als informatie en daar een bepaalde conclusie aantrekken. Men noemt dat een associatieve predictie. Dus men gaat proberen van bepaalde patronen te gaan herkennen en daar een bepaalde link aan te maken. Dus men gaat proberen vanuit die informatie een zekere vorm van kennis te gaan gaan. Wat is nu het verschil met echte intelligentie, wat dat wij als mensen kunnen, of wat de meeste mensen kunnen, en wat eigenlijk zelfs een klein van 2-3 maand kan, en wat die ChatGPT bijvoorbeeld niet kan, dat is counterfactual denken. Dat je kunt denken van, wat gaat er gebeuren als er iets gebeurt dat ik nog niet weet? Hè? Als er bijvoorbeeld dat glas met dat water in, ja, ik weet, als ik die fles pak en ik giet daar water in, dan blijft dat water in dat glas. En dat is wat je verwacht dat er gaat gebeuren. Hè? En dat is iets dat kunt gaan een systeem leren. Elke keer als je dat erin giet, gaat dat erin blijven. Wat dat systeem niet kan voorspellen, tenzij dat het gebeurd is, wat dat er gebeurt als je dat glas om gooit, dan gaat dat allemaal leeglopen. Hè. En dat is wat men noemt counterfactual. Dat is eigenlijk meer dan causaal denken. Dat is niet alleen oorzaak en gevolg. Ik giet dat in dat glas valt om en het loopt leeg. Wat zou er gebeuren als er in de plaats van water een vaste stof in die fles zou zitten? Dan gaat dat niet gebeuren. Hè. Dat is de counterfactual thinking. En dat is wat het verschil is tussen menselijke intelligentie, wat dat wij kunnen, en wat dat die robots of de AI kan. En dat is het grote probleem, denk ik. Ik weet niet of dat mijn collega het daar gaan mee eens zijn. Ja, zeker. Wat wij momenteel dus eigenlijk artificiële intelligentie noemen, zijn niet anders dan wiskundige algoritmes die eigenlijk aan kansrekenen gaan doen en die gaan proberen de klasses bijvoorbeeld voorspellen en die geven dan de kans dat dat tot die klasse behoort. Dus we gaan dat aan die klasse gaan hangen, maar echt redeneren zoals dat mensen eigenlijk gaan redeneren, dan kunnen die algoritmes zeker niet. Dus ja, de vraag is dan soms of de term intelligentie wel de correcte term is voor de huidige generatie algoritmes. We gaan dat eens een beetje concreter proberen maken. Hè. Ik ga een paar toepassingen geven van wat soms wordt weggezet als artificiële intelligentie. En jullie moeten mij zeggen of het intelligent genoeg is. Siri, dat is uw persoonlijke butler. Als je praat tegen GSM, beschouwen wij Siri als artificiële intelligentie? Ja. Nee. Leg eens uit waarom niet en dan misschien daarna. Het is niet intelligent. Wat het doet, is op een probabilistische manier voorspellen wat je gaat zeggen en proberen van daarop te reageren. Dus het gaat proberen van in zijn codetaal om te zetten wat je gezegd hebt. Dat is een probabilistische en een waarschijnlijkheidsrekening, gelijk als dat de collega zegt. En dat gaat het dan omzetten in iets dat het kan doen. Een café gaan opzoeken of u de weg of de beste kookboek of weet ik niet wat voor u gaan opzoeken. Maar dat is eigenlijk geen intelligentie. Hè? Je kunt dat heel gemakkelijk gaan omzeilen. Hetzelfde met ChatGPT bijvoorbeeld. Kan mooie teksten schrijven. Je hebt het voorbeeld gegeven. Ik denk dat dat ver boven het normale niveau van een redacteur is. En daardoor valt het op natuurlijk dat het artificiële intelligentie is. Dat laatste kan ik wel echt bestrijden. Ja, ja. Ja, maar dat, nu weet ik niet meer wat ik ging zeggen. Dat is ook niet intelligent. Maar dat maakt ook dat dat is eigenlijk niet intelligent, omdat het systeem niet zelf kan redeneren. Hè? Dus, ja. Mag ik eens vragen waarom jij ja zegt? Ik ga meer uit vanuit het technisch standpunt. Dus ik ga weg van wat ik zie als intelligentie. En ik blijf bij de redenering. Wat hoort momenteel onder de algoritmes die behoren tot de kunstmatige intelligentie? En dan valt Siri en Natural Language Processing zeker onder het veld artificiële intelligentie. Een andere toepassing, GPS. Je had een beetje problemen om te raken met jouw GPS. Dus misschien jouw GPS is misschien dan niet intelligent, maar een GPS die wel goed werkt. Dus beschouwen we dat als artificiële intelligentie? Nee. Uiteraard niet. Leg eens uit waarom niet?
Dat bedenkt toch helemaal hoe het, naar hier moet rijden, als het zou werken. Ja, het is opvallend hoe dat je probeert van dingen te antropomorfiseren, van dat inderdaad uit te drukken alsof dat ding denkt. Dat ding denkt niet. Hè. Het berekent iets voor u. Hè. En daar is het extreem goed in. En dat kan het heel snel en veel beter dan dat wij zouden kunnen. Het heeft een veel grotere dataset. Het heeft heel veel meer informatiepunten dan dat wij kunnen onthouden. Maar het denkt niet. Hè. Het berekent gewoon iets. Hè. En ik denk ook, dat is het... Ik denk wel. Hè. Dat is ook het punt, denk ik, waar we proberen van die AI, hè, laat het ons nu voorlopig artificiële intelligentie noemen, moeten kunnen inzetten. Hè, van het gebruiken voor wat het kan en vermijden dat we het gaan gebruiken of denken dat we het gaan kunnen gebruiken voor dingen die het niet kan en die het waarschijnlijk ook nooit gaat kunnen. Hè. Als je daarover filosofeert, wat het goed kan, is de informatie die het heeft binnen een bepaald deelgebied, heel klein, men noemt dat small AI, gaan toepassen met een heel grote rekenkracht, heel veel snelheid. En dan is het beter dan wat wij kunnen. Hè. Die GPS gaat u beter ergens naartoe leiden als de straten te veel veranderd zijn en als de inrichtingsstraten te veel aangepakt zijn. Ja. Een andere toepassing die wij ook vaak gebruiken, het algoritme van bol.com dat mij suggereert welke boeken ik moet kopen. Ik heb bijvoorbeeld 10 boeken over dwergcavia's gekocht en dan plotseling suggereert dat boek mij misschien wil je ook een boek over middelgrote cavia's kopen. Ja. Artificiële intelligentie of niet? Vanuit een technisch standpunt te zien, wel. Maar u weet van... Het is weer hetzelfde. Het probeert eigenlijk te voorspellen wat er gaat gebeuren op basis van wat je voordien gedaan hebt. Hè. Ja. Dus intelligent... En andere gebruikers gedaan hebben. Of andere gebruikers ook gedaan hebben. Dus het is niet intelligent in die zin. Het maakt terug een probabilistische afweging van als je dat en dat en dat hebt en mensen met een vergelijkbaar profiel hebben dat en dat gedaan, dan gaat de meest waarschijnlijke stap dat zijn. Hè. Dus, en dan gaat men inderdaad hetzelfde aanbieden. Maar je kunt dat heel gemakkelijk in de knoop doen slaan. Hè. Het gaat ook nooit iets voorstellen dat je nog niet geprobeerd had. Hè, of dat niet in de lijn ligt van wat je geprobeerd hebt. Hè. Dus het is zeker niet creatief. Hè. Het gaat je gewoon altijd meer van hetzelfde geven. Hè. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel goed voor bol.com, dat is heel goed voor Spotify. Je kunt altijd zelf de muziekje gaan herhalen, maar er komt gewoon niks bij. Hè. Je gaat gewoon naar het gemiddelde en dat is ook het grote gevaar van al die algoritmes, denk ik. Hè. Een laatste toepassing voor we verder gaan, Google Translate. Iets wat velen van ons gebruiken. Vinden ze dat intelligent of is dat dom? Ik denk dat we weer op hetzelfde gaan uitkomen. Vanuit een technisch standpunt gezien zitten daar inderdaad machine learning en natural language processing achter. Dus vanuit een technisch... Leg eens uit wat machine learning en natural language processing is. Machine learning zijn de iets wat oudere technieken, dus de technieken waar we eigenlijk nog niet gebruik gaan maken van neurale netwerken, maar dat zijn dus wiskundige algoritmes die voornamelijk voor 2010 gebruikt werden, die dus probabiliteitsberekening gaan doen en aan de hand daarvan mensen of data gaan proberen onder te verdelen in klasses. Natural language processing, dat is eigenlijk het veld binnen de artificiële intelligentie die zich gaat bezighouden met, zoals bijvoorbeeld ChatGPT, het vertalen van alles met textuele data. Dus het vertalen van teksten, het proberen samenvatten van teksten, chatbots, Siri die probeert te reageren op wat dat mensen zeggen. Dus dat is eigenlijk een veld binnen de artificiële intelligentie. Machine learning is eerder het type algoritmes die bestaan. Oké. Professor Van Biezen, naar het schijnt bent u iets ouder dan mevrouw De Witte, durf ik suggereren. Kan u concreet maken, in uw beroep dan concreet, uw specialisatie, artificiële intelligentie, u hebt dat ongetwijfeld zien opkomen. Kan u eens uitleggen hoe die evolutie is geweest? Dat is ook zoiets typisch, denk ik, aan het veld van artificiële intelligentie. Dat gaat met
hoogtes en laagtes. Hè. Dus als ik 30 jaar geleden ermee begonnen ben, hadden we een programmaatje gemaakt met coronamapping. Dat was toen neural networking. Hè. Om binnen het veld van de nefrologie van de nierziekten een klassificatie te maken tussen verschillende grote groepen van nierziekten. Hè. En het idee was van dat gewoon op basis van enkele parameters uit het labo van bloedafnames en wat kliniek van die patiënt te gaan zeggen van het zal dat type nierziekte zijn of dat type nierziekte. Ja, iedereen was ermee aan het lachen, want je gaat toch nooit geloven dat die computer dat kan, maar dat wij 14 jaar voor naar school geweest zijn, hè, dat die computer dat gaat kunnen. Hè. En dat was eigenlijk een heel interessant experiment, want ik denk dat we op dat moment op basis van 15 gegevens en op basis van een kleine 1000 patiënten dat algoritme getraind hebben. Hè. En dat duurde ongeveer 24 uur voor één epoch. Hè. Dus als je één training... En dus voor één zo'n trainingsronde te doen, duurde dat ongeveer 24 uur. En dus je programmeerde dat, je stak die dingen erin, je duwde op start en dan konden gaan iets gaan doen. Hè. En tegen dat je dan 2-3 dagen later terugkwam, had je dus één neural netwerk getraind en moesten dus gaan testen of dat op een testpopulatie, dus niet van de ontwikkelingspopulatie, maar in je testpopulatie, even goed was. Hè. En dat werkte eigenlijk redelijk goed, zelfs beter dan mijn toenmalige professoren, die uiteraard zeer verontwaardigd waren dat dat ding betere klassificaties kon maken dan dat zij dat kennen. Maar het grote probleem was rekenkracht en data. Hè. Ja. Als je moet 24 uur wachten om één zo'n trainingscyclus te doen, ja, dat is eigenlijk niet doenbaar. En 1000 patiënten, dat is ook om mee te lachen eigenlijk in deze tijden. Hè. Dus wat is er veranderd ondertussen? Niet het concept, want we gebruiken nog altijd, we noemen dat neurale netwerken, maar er is niks neuraal aan. Hè. Dat is gewoon een probabilistische techniek om dingen met elkaar te gaan associëren. Hè. Maar we gebruiken veel meer rekenkracht en we hebben gewoon veel meer data. Hè. Ja. Dus onze associatiekracht is veel toegenomen, maar het principe is nog altijd hetzelfde. Als ik het goed werd dat principe zelfs al bedacht in 1946. En dus de aandacht en het idee van dat gaat kunnen werken, die artificiële intelligentie, dat heeft hoogtes en laagtes. Hè. Men noemt dat de AI winters. Hè. Er werd heel veel in geïnvesteerd en er was een hype. En dan bleek het dat toch niet te kunnen en dan ging het weer weg. En dat gaat zo met hoogtes en laagtes. Ik denk dat we nu op een hoogte zitten. Ja, ik ging net vragen, mevrouw de Witte, wij spreken elkaar op een hoogte. De hoop is er weer dat de knakjournalisten binnenkort uitgerangeerd kunnen worden. Ja. Wat het ultieme doel moet zijn van artificiële intelligentie uiteraard. Zoals de doel is teruggekomen. Dus. We zitten inderdaad nu met de komst van deep learning. En inderdaad, door de capaciteit die we tegenwoordig hebben, de GPU's die ook goedkoper en beter worden, die wel heel noodzakelijk zijn in het trainen van dat soort algoritmes. Want die rekenkracht is gewoon 10 keer beter dan wat we 10 jaar geleden hadden. En nu met de komst van de transformers, de technologie die achter ChatGPT zit, de hype is naar boven aan het komen, weer opnieuw. Leg eens uit wat transformers zijn. Ik ken alleen de film Transformers. Oei. Transformers zijn... Dus in de algoritmes die we tot nu toe hadden, in de recurrent neural networks, werd er enkel rekening gehouden met de volgorde van de woorden in de zin, maar kon er niet echt een gewicht meegegeven worden aan de belangrijkheid van dat woord. Nu, met de komst van transformers lukt dat wel, en met attention... De attention transformers, dus dat is eigenlijk de techniek die nu achter GPT zit, ook achter DALI, dus achter die generative AI. Die techniek is nu de afgelopen 3 jaar beginnen exploderen. En ja, er beginnen heel veel, toch echt wel toffe dingen uit te komen. En dat begint... heel veel in de media te komen. Dus er gaat zeker momenteel weer een boom zijn in de AI-sector. Dus we zitten zeker niet in een AI-winter. De vraag is, hoe lang gaat het duren totdat de hype weer eventjes weg is? Dat is weer een nieuwe techniek. Dat is de vraag van elke zomer natuurlijk. Als we dan kijken naar de geneeskunde, artificiële intelligentie wordt daar nu al op verschillende vlakken toegepast. Er is een bewerking waarbij je aan de ogen kan zien hoe het met je hart gesteld is. Ja. Of iets dergelijks. Kan,
kan u dat klinkt lichtjes bevreemdend. Kan u eens uitleggen hoe dat in werk gaat? Ja, je moet, want dat is ook altijd typisch aan dit soort hypes, hè, dat het verteld wordt alsof dat super spectaculair is en compleet onverwacht en bijna science fiction. In feite is het heel simpel. Hè. Je kunt kijken in je oog, hè, want jij kunt naar buiten kijken, maar je kunt ook van buiten naar binnen kijken. Hè. En dan kijk je eigenlijk op de bloedvaten. Ja, bijna bloot. Hè. Die liggen helemaal bloot. Je kunt die bloedvatjes in je ogen, in je retina, netvlies, heel goed zien. Hè. Dus dat vertelt iets over de kwaliteit van je bloedvaten, niet alleen in je oog, maar ook in de rest van je lichaam. Dat is een eerste ding. En tweede, je hartslag. Hè. Dus elke keer als je hart pompt, ja, gaat dat naar die bloedvaten. Die zijn elastisch, die gaan uitzetten en inkrimpen. Hè. Dus die elasticiteit, die beweging, is een soort maat, een reflectie van wat er in je hart gebeurt. Hè. En als je natuurlijk heel veel van die beelden, van die filmpjes, van die bloedvaten opneemt en die correleert, die associeert met bepaalde bewegingen van uw hart, hè, ventriculaire of uw hartkamers die samentrekken met een bepaalde kracht, dan kun je daar op een associatieve manier gaan zeggen van oké, als je die beweging ziet, dan komt dat overeen met een goede hartfunctie. Als je dat minder goed ziet, dan ga je een slechte hartfunctie hebben. Hè. Dus op die manier wordt dat algoritme getraind en dat is een typisch voorbeeld van wat dat artificiële intelligentie zou kunnen. Hè. Je hebt een heel nauw gebied, je hebt foto's van een oog en je hebt een hart, dat kun je perfect digitaliseren. Zowel het beeld van dat oog als hetgeen dat er gebeurt in, qua contractiliteit van samentrekken van je hart, kun je dat perfect digitaliseren, kun je dat perfect aan zo'n computer leren en daar een algoritme gaan van maken, een associatie maken tussen die twee beelden. Hè. Er zijn een paar problemen mee. Een eerste probleem is dat je altijd associaties hebt, nooit causatie. Het is nooit causaal. Die twee zijn gewoon verbonden. Niemand zou het in zijn hoofd halen. Elke keer als u een naam kraait, dat de zon opgaat, te veronderstellen dat die twee causaal met elkaar verbonden zijn. En als je die naam de keel oversneed, dat de zon weer gaat opgaan. Hè. Toch doen we dat binnen de geneeskunde en binnen dit soort applicaties. Is dat daarom zinloos? Eigenlijk niet. Je kunt dat nog altijd gebruiken. Op voorwaarde dat je zeker bent dat alle informatie die je meet in dat oog, om iets te zeggen over dat hart in dat beeld in zit. En dat is niet altijd zo. Soms missen we dingen. Hè. Twee, dat je zeker bent dat alle informatie die je capteert uit dat beeld in dat oog ook relevant is voor je conclusie. Noemt dat het tankprobleem. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Het tankprobleem is het volgende. Hè. De Amerikanen hebben ooit geprobeerd om een systeem te ontwerpen om 's nachts in het donker te zien in een bos of dat er tanks in zaten in dat bos. Eén. En twee, of dat tanks waren van hen of van de vijand. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een bus gepakt en 's nachts foto's genomen, bos zonder en met tanks. En dat werkt fantastisch. Ja. Totdat ze erop uitkwamen dat dat ding eigenlijk niet keek naar tanks, dat keek gewoon, dacht dat de foto's genomen waren met de tank, was het aan het regen, en dacht dat het de foto's waren zonder tank, was het niet aan het regen. Dus dat systeem herkende perfect of dat regen of niet. En dat was geassocieerd met het feit of dat die tanks al of niet in dat bos stonden. Dus we noemen dat het tankprobleem. Hè? En dat is iets dat we ook kennen binnen de diagnostiek, typisch de retinale fotografie, om iets te zeggen over dat hart. We weten dat het systeem waarmee je dat capteert meer informatie levert dan het eigenlijke beeld. Hè. Bijvoorbeeld, er is zo'n systeem dat longfoto's diagnosticeert. Heeft iemand een longontsteking of een ander longprobleem? Dat werkt perfect in ziekenhuis A. Dat werkt helemaal niet in ziekenhuis B. Wat heeft men daar dan achteraf bij gevonden? Dat al de foto's die genomen waren met een bepaald toestel, namelijk het mobiele toestel, waarmee dat ze naar intensieve zorg gingen en dat spoedopname, dat die mensen een veel hogere probabiliteit hadden om een longontsteking te hebben. En dat systeem herkent gewoon dat toestel, niet je foto. Dus dat is een probleem. Een derde probleem is dat je een afkapwaarde moet creëren. Je moet op een bepaald moment zeggen, die mens heeft een slechte hartfunctie en dat komt overeen met een zodanig grote beweging van dat bloedvatje in je oog. En we
noemt dat sensitiviteit, specificiteit. En dat is een probleem, want dat is iets wat veel mensen niet echt heel goed snappen. Dat is het theorema van Bayes. Misschien dat je dat beter kunt uitleggen dan ik. Dat heeft gewoon te maken met het feit, als je 1000 mensen hebt, en van die 1000 mensen hebben er 10 de bepaalde aandoening, en zelfs als je accuraatheid 90% is, dan heb je nog altijd veel meer kans om een vals positieve te hebben, dan iemand te hebben die echt die ziekte heeft. Want van die 990 die het nu hebben, zelfs als het heel goed werkt, stel dat dat maar 10% verkeerd is, heb je nog altijd 99, wat je gaat van zeggen, van, je hebt die aandoening, terwijl dat niet waar is. En je kunt er maar 10 vinden die die aandoening hebben, ook al zijn ze daar 100% juist, dan gaat het dus van 109 mensen zeggen, je hebt die aandoening, terwijl dat er maar 10% die aandoening hebben, effectief. Hè? Is dat in het algemeen zoiets zo, dat bij artificiële intelligentie, dat de vals positieve, dat er een grotere kans op vals positieve dan... Nee, daar heb je eigenlijk als degene die het algoritme ontwikkelt, toch wel wat speling in. En dat gaat vaak heel afhankelijk zijn van wat de klant wil. In de medische sector kan ik mij wel inbeelden dat we liever vals positieven dan vals negatieven hebben. Bijvoorbeeld iemand met een grotere kans op een hartziekte die levensbedreigend is. Oké, als je dan zegt aan een persoon van oké, je hebt die hartziekte, je moet naar een cardioloog en die mens heeft dan even schrik. Maar het blijkt dan niet zo te zijn, is heel wat minder erge gevolgen dan iemand zeggen van ja, heb die en gaat daarna rustig verder met je leven en dan gebeurt er plots iets waardoor je dan te laat bent. Dus de afweging ligt dan wel heel vaak bij de personen voor wie de algoritmes maken. Sommige hebben liever false positives, meestal in het algemeen wel, dan false negatives. Maar daar kan je eigenlijk als degene die de algoritmes creëert wel vrij mee spelen. Geef eens een voorbeeld van een robot die slimmer is dan nu, professor Van Bezen, in uw vakgebied. We hebben thuis een stofzuiger en die doet dat perfect. En in uw vakgebied zelf? Binnen ons vakgebied. Als het dan over nieren en dergelijke gaat? Wat we hebben is een robot. Dat is een geautomatiseerd systeem die nierbiopsieën, dus staaltjes weefsel van een nierbiopsie dat ingekleurd wordt, dat fotografeert en daar een diagnose op plakt, een klassificatie op plakt. Omdat dat ding inderdaad veel meer foto's kan capteren in zijn hoofd dan dat je zelf kunt. Dus dat gebruiken we wel. Binnen de geneeskunde natuurlijk populair zijn de chirurgische robots, de Da Vinci's. Maar dat zijn eigenlijk niet echt robots. Dat zijn dingen die via joysticks door de chirurg nog altijd bediend worden. Dus dat is een zeer gesofisticeerde manier om je mes vast te houden en binnen je lichaam, het zijn de buikholte of andere dingen. Het is een zeer dure boormachine. Als het bijvoorbeeld. Maar het heeft wel zijn voordeel, maar je mocht dat niet intelligent noemen. En dat is eigenlijk ook niet echt een robot, gelijk als dat het bedoeld geweest is door Patjek, als hij dat eerst beschreven heeft. Iets dat mobiel is en rondwandelt en actief kan zijn. Het is iets dat echt aangestuurd wordt door onze chirurgen. Dus in die zin is het niet echt intelligent, maar het is wel heel goed. Je kunt het gebruiken en het is een meerwaarde qua gebruiksvriendelijkheid en qua uitkomsten ook vaak. En ik denk dat dat een beetje het idee ook is wat ik het meest nog maar genegen ben. Van, het is altijd de AI versus de artsen. Van, gaat ons dat vervangen? Dat is bij jullie ook zo. Het is niet de arts versus de AI. Het is de arts zonder AI versus de arts met de AI. En dat zal de grote challenge zijn. Dat zal de uitdaging zijn. Van, in hoeverre kunnen we die systemen gebruiken voor ons gezondheid vooruit te helpen. Hè? En dat is een hele moeilijke oefening, denk ik. Hè? Want dat gaat ook draait of keert. Je kunt zeggen van, laat dat ding eerst al een diagnose voorstellen. Hè? Dat lijkt verstandig te zijn. Maar een keer dat dat voorstel lang gedaan is, wat gaat het dan doen als arts? Ook al een ander idee, gaat het dan ingaan tegen dat ding? Of gaat het dan dat ding altijd gelijk geven? Ook al denkt hij van, het is niet juist. Wie is er dan
dan verantwoordelijk. Hè. De volgende stap is dan dat die patiënt gewoon zelf naar dokter Google gaat of naar dokter ChatGPT in dit geval. Ja, hoe gaan we dat aanpakken? Dat weten we niet. Er zijn nu nog geen oplossingen voor, hè. Nog juridisch, hè, want dat is ook allemaal juridisch niet geregeld. En ook niet gewoon dat je dat doet in de praktijk, wat de mensen er gaan van verwachten. Hè. En wat we nu in onze praktijk meer en meer zien, en dat gaat nog verslechten nu die generative AI's er zijn, ja, is dat mensen afkomen met een uitprint van wat ze op internet gevonden hebben. Dat slaat meestal nergens op, maar begint nog te Google, denk ik. Dat begint maar te argumenteren. Hè, want, hè, ze hebben hier een plekje, en dat is een rare ziekte, een zeldzame ziekte, en geen kind dan, maar dat is het gegeven, doe maar ik. Hè. Om de een of andere reden zijn het ook altijd zeer zeldzame ziektes die mensen op Google vinden. Dat is zo. Snappen wij altijd wat AI doet als ik een vraag stel aan een artificieel intelligent apparaat? Dus dat is ook een van de verhalen wat er momenteel zeer veel onderzoek aan gebeurt. Maar eigenlijk is artificiële intelligentie, die huidige wiskundige algoritmes, dat zijn eigenlijk black boxes. Dus er komen daar oplossingen uit. We weten, oké, dat ding is in 99% van de gevallen zeer accuraat. En die kan de juiste voorspellingen doen. Maar waarom dat die voorspellingen gebeuren en waarom bepaalde beslissingen genomen worden, dat is zeer moeilijk om te gaan voorspellen of om te gaan weten. Niet om te voorspellen, maar om te weten. Er is een heel groot veld bezig met onderzoek rond artificiële intelligentie. We hadden het daarnet over het tankprobleem. Wij spreken over het wolfprobleem. Dus ook een heel leuk aardig verhaal. Foto's van honden en wolven die ze tegen elkaar gaan uitzetten. En het model was in 100% van de gevallen correct, behalve één husky. Het model moet zeggen welke foto's honden zijn en welke foto's wolven zijn. Hè? Ja, okay. Ja. En dus dat model was daar extreem goed in. Eén probleem, die ene foto van een husky en de sneeuw en wat bleek. De foto's van de wolven die werden altijd in bos en sneeuw genomen. Foto's van de honden waren altijd in een thuisomgeving, in de tuin, in de zetel. En dat heeft heel wat zware rekenkracht eigenlijk gevraagd om dat te gaan berekenen. Nog meer dan een model zelf trainen eigenlijk. Dus de vraag is nu, hoe kunnen we eigenlijk die algoritmes, dat geen zwarte doos is, maar er toch voor zorgen dat we weten waar die voorspellingen vandaan komen. En ik kan mij zeker inbeelden als arts dat je dat ook heel graag zou weten, zeker als je niet akkoord bent met wat het algoritme zegt. Dus er is daar een heel veel onderzoek momenteel naartoe. En het is ook eentje van mijn pet peeves. Ik ben daar heel graag mee bezig. Momenteel komt het niet vanuit de algoritme zelf, maar proberen we met de data te spelen, waardoor we zien van, hoe verandert dat, wat het model zegt. Maar dat heeft ook geen 100% goed beeld weer van wat er nu eigenlijk gebeurt. Dus we zijn ons daar wel zeer bewust van die uitleg dat er daar een zeer grote nood van is, maar hoe complexer onze modellen worden, hoe complexer natuurlijk de vraag is, hoe kunnen we dat nu voor een arts begrijpelijk maken? Maar het is een moeilijk probleem. Het is iets dat mij extreem interesseert. We hebben ook al veel onderzoek rond gedaan, rond die blackbox dingen. Maar ik wil eerst even ingaan op die vele foto's van die honden en die wolven. Hè. Hoeveel foto's moeten aan een kleine toon van 2 jaar van de stoel om te weten wat dan een stoel is? Of van een kat, of van een hond, of van een wolf. Als je hem 2 keer een stoel toont, dan zegt die klein tegen die een derde stoel. En ook als die stoel maar 3 poot niet, of zelfs maar 2 poot niet, als je er kunt op zitten, dan gaat die stoel zeggen. En toch vinden we dat andere dingen. Kan je zitten op een stoel met 2 poten? Hoe kunt dat? Oké, sorry. Ja, dat is anders mag je van door een ander zitten. Sorry. Maar het probleem is, je moet bij die trainingssessies moet je 10.000
honderden leerlingen van systemen, maar kan het dat eigenlijk ook niet generaliseren. En dat heeft te maken met het verschil tussen informatie, kennis en dan die counterfactual iets van dat redeneren, dat concept leren. En dat is dat een beetje wat men probeert te capteren nu binnen die transformers, dat je leert denken in concepten, in ideeën. Hè. Maar het onderwerp van die blackboxes, dat interesseert ons heel veel op twee gebieden. Eén, we hebben dat nagevraagd bij artsen, van kun je daarmee omgaan? Wat hindert u? Of wat ambeteert u? Wat irriteert u? Als je met zo'n slim toestel werkt, dat u komt vertellen wat je moet doen. Hè. En ja, die blackboxes, dat staat dus helemaal op nummer één. Hè, want dat vinden ze dus irritant, dat er iets uitkomt en dat je niet weet waarom. Hè. En dat is ook het grote verschil. Als je dan vraagt, hè, dat is, dat was het een beetje het opzet van het onderzoek, wat vinden mensen irritanter? Een machine zegt wat je moet doen, of een collega die zegt wat je moet doen. Hè. We zijn dokters, we zijn allemaal haantjes, dus we willen allemaal onze eigen gedachten doen. Maar het verschil is, met die mens kun je praten, babbelen, discussiëren, je kunt uitleggen, je kunt ruzie maken, dat kan ook, hè? Maar je kunt tenminste interageren. Terwijl met zo'n systeem kun je niet interageren. Je kunt wel proberen een beetje de data te veranderen en dan te zien dat de output verandert. Maar dat is allemaal toch wel een beetje second-hand en dat vinden mensen extreem overtuigend. Dus ze betrouwen dan om die reden. Ze weten niet wat de onderliggende redenering is en dan vertrouwen ze het niet. Een tweede probleem, en dat is eigenlijk nog veel fundamenteler, en dat zit vooral, denk ik, het risico bij al die generatieve AI-dingen is. Als ik zeg van, ik kan mijn jas kan in mijn valies, dus ik kan in mijn valies, dan weten we dat er iets gebeurd is, dat klopt. Ja. Maar je krijgt dat niet verkocht aan een artificieel intelligentiesysteem. En het probleem wat erachter zit, is semantische opaciteit. Hè? Dat ding kan niet verstaan dat hetzelfde item verschillende dingen kan betekenen en dat verschillende dingen toch hetzelfde item kunnen zijn. Hè? Daar kan die niet meer overweg. Hè? En dat maakt dat alles wat te maken heeft met die language processing, met het idee van concepten, abstrahering, dat dat eigenlijk niet marcheert en dat gaat nooit niet marcheren, denk ik. Omdat we niet begrijpen waar dat van komt en waarom dat wij dat wel kunnen, ja, als mensen. Ja. Nu, een van de belangrijke dingen als we artificiële intelligentie ontwikkelen, of als mensen die slimmer zijn dan ik artificiële intelligentie ontwikkelen, is de vraag, hoe leren we die om intelligent te zijn? Want wij trainen die. Het idee is dat dat getraind wordt. Ja. Het idee is dat die opdrachten krijgen, gegevens krijgen. Leg eens uit. Data zijn natuurlijk niet... niet elke vorm van data is daarvoor geschikt, vermoed ik. De vormen van data, er zijn zeer veel vormen waar we momenteel mee aan de slag kunnen. We kunnen om met tekst, we kunnen om met foto's, we kunnen om met video's. Er zijn maar zeer weinig vormen van data meer tegenwoordig dat we niet echt een oplossing voor kunnen bedenken. Het gaat dan meer om het omzetten van onze data naar nummertjes eigenlijk, naar cijfers die dan interpreteerbaar zijn voor onze modellen. En een foto dat werd ook omgezet naar een vector die voor dat model dan wel begrijpbaar is. Dat trainingsproces, ja, hoe gebeurt dat? Je hebt verschillende manieren van leren. Je hebt reinforcement learning en dan heb je weer de klassieke machine en deep learning. Bij reinforcement learning laten we eigenlijk wat wij een agent noemen, beeld u Super Mario in, dus dat spelletje. En je laat Mario los in een level. En afhankelijk van wat dat Mario doet in dat level, krijgt Mario punten. Dus als hij gold coins pakt, krijgt Mario punten. Als Mario sterft, dan krijgt hij een straf. En dat is eigenlijk een wiskundige functie dat wij meegeven aan dat algoritme. Dus hij gaat exploratie doen van zijn omgeving en hij gaat dingen uitproberen en in het begin gaat hij ongelooflijk domme dingen doen. En gaandeweg gaat hij proberen te optimaliseren hoe dat hij zijn reward krijgt. Dus hij gaat proberen aan een zo hoog mogelijke reward te komen. Dus dat is één vorm van leren die momenteel in artificiële intelligentie zit. Een andere vorm is inderdaad uit data dat we dan aan het algoritme tonen, bijvoorbeeld foto's in dat voorbeeld
bijvoorbeeld van het verschil tussen katten en honden. Dus die geeft heel veel van die foto's aan het algoritme. En dan kan er twee dingen gebeuren. Ofwel heb je je data al voordien gelabeld, zoals wij dat noemen. Dus we zeggen aan het algoritme, oké, deze foto, dat is een foto van een kat en deze foto, dat zijn foto's van honden. En aan de hand daarvan gaat dat algoritme proberen zeggen van, oké, dit is kat, dit is hond. Als hij verkeerd is, dan krijgt hij daar ook een straf voor. Ja, dus dat is wiskundig. Dat is een losfunctie die zij probeert te minimaliseren. Want ik denk dat ik iets te technisch ga gaan als ik dat probeer uit te leggen. Maar je hebt ook nog de andere optie, dat je dus een groep katten en een groep honden heeft aan uw algoritme. Je zegt niet wat het is, maar je zegt enkel aan uw algoritme van, oké, er zijn hier twee groepen in, zoek. En dan gaat dat algoritme op zoek gaan naar de twee groepen. En in het beste geval komen er daar katten en honden uit. In het slechte geval komen daar alles met bondoortjes uit. Zijn een groep en alles met zo'n bondoortjes naar beneden. Dat is een andere groep. Dus daar is het dan als technicus uw job om ervoor te zorgen dat de twee juiste groepen naar boven komen. Dus dat is eigenlijk hoe dat die algoritmes momenteel leren. De data die aan die algoritmes gegeven worden, daar is een soort van heilig principe. Het heet garbage in, garbage out. Meen ik mij voor te nemen. Garbage in, garbage out, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wel, als je vertrekt van je slechte data, dan gaat je artificiële intelligentiemodel daar ook eigenlijk niets mee aan kunnen vangen. Als je vertrekt van je data die verkeerd gelabeld is, dan gaat dat algoritme ook constant overal fouten maken. Als er ook de wat wij de features noemen, dus als de kolommen waar dat je data uit kan leren, als dat eigenlijk niet zeggend is, als je bijvoorbeeld van een persoon zijn leeftijd wil voorspellen en die heeft enkel maar het geslacht en de kleur van zijn ogen mee, ja, probeer daar maar eens een leeftijd mee te gaan voorspellen. De algoritme gaat dat ook niet kunnen. Dus we moeten ons heel bewust zijn van de data die we aangereikt krijgen. Er moet daar heel wat statistische vooranalyse gebeuren voordat we beginnen met het trainen van ons algoritme. Wat toch soms wel een beetje vergeten wordt. De intelligentie zit bij de mens, niet ontwerpen, niet in de algoritme zelf. Dat is een beetje zo natuurlijk. Hè. En het toont ook aan, alleen je legt dat heel goed uit, denk ik, dat de meeste dingen die we doen zijn heel beperkt. Hè. Het gaat over een heel beperkt aantal parameters die je kunt meten. En dat beperkt, dat kan er 1000 zijn, kan er 5000 zijn, maar dat blijft altijd gelimiteerd. Dat is nooit gelijk als dat wij mensen iets leren, of gelijk als dat kinderen iets leren, hè, blijft altijd beperkt en tot een bepaald domein ook beperkt. Hè. En de data die je input, je kunt wel denken van ik heb alles mee, maar als op het einde van de rit dat niet blijkt te zijn, dan is je algoritme helemaal niets waard. Hè. En dan hangt het ook weer af van wat je wilt voorspellen. Er heeft in mijn vakgebied een paper gestaan in Nature, dat is toch het hoogste wat je kunt bereiken, hè, denk ik, binnen de wetenschappelijke wereld. Hè. En dat was een algoritme en dat kon acute nierinsufficiëntie voorspellen. Hè. Dus het acute falen van de nieren bij mensen op intensieve zorg. Dat was een fantastisch algoritme. De mensen van Google hebben eraan gewerkt. Hè. En dat verschijnt dus in Nature. En dat ding was de helft van de tijd mis. Van de gevallen die er waren, miste hij de helft. En van de keer dat hij zei dat iemand een acute nierinsufficiëntie ging doen, was het 1 op de 3 keer juist. Moest een van mijn assistenten zo zijn, ik zet hem direct buiten. Hè. Maar goed, dat was een succes volgens de maker, maar wat was het probleem? Dat ze gebruik maakten van inderdaad gelabeld, dus van labeled training, supervised learning, en dat ze dus van de mensen, waar ze niet van wisten dat ze een acute nierinsufficiëntie gingen doen of niet, op basis van bepaalde parameters in dat bloed, als er een bepaalde heel belangrijke parameter, het creatinine, niet was, dan gingen ze ervan uit dat de arts dat niet gevraagd had, omdat hij zeker was dat hij geen acute nierinsufficiëntie ging doen. En dan had hij zoiets van, ja, dat kan niet, want dat systeem moet dat voorspellen. En je hebt dat systeem getraind met die informatie, je noemt dat meta-informatie, dat zit niet in dat systeem, maar je veronderstelt dat wel, als die een arts dat niet aanvraagt, dat die een arts al beslist heeft van, je gaat geen nierprobleem doen.
Terwijl dat gaat dat in de realiteit, als je dat gaat gebruiken bij nieuwe dingen, moet je ofwel bij iedereen dat creatinine hebben. En dan heb je dus die informatie, die voorkennis die er in dat systeem wel in zit, maar die jij er niet ingestoken hebt, niet mee. Ofwel moet je dus inderdaad de mensen zelf laten oordelen van ja, die gaat een acute nierinsufficiëntie doen of niet. En je gaat dus zelf niet een creatinine vragen om dat te weten. Maar dan is de reden van bestaan van dat ding gewoon weg, want je gaat het net gebruiken om domrikken te laten zien van inderdaad, je gaat het risico hebben om acute nierinsufficiëntie te doen. Dus de manier waarop dat je die data in dat systeem steekt, dat is extreem tricky. Ja. En wat men in de pers altijd zegt van ja, er is bias en er is gender bias en race bias en het is niet eerlijk en men gaat daar discrimineren, dat zijn natuurlijk de duidelijke voorbeelden van... Ja, want dat is inderdaad iets wat ik hier ook had opgeschreven. Artificiële intelligentie is racistisch. Ja. Maar dat komt omdat de data racistisch zijn. Hè? Ja. Leg dat eens uit, waarom artificiële intelligentie is racistisch, maar eigenlijk zijn de data racistisch. Ja, je versterkt gewoon het idee van hetgeen dat in die data zit. Hè. Als je een bepaalde statistisch verband hebt tussen een zekere wijk waar dat er meer criminaliteit is, om een bepaalde reden, en dat er ook bepaalde mensen van een bepaald bevolkingsgroep willen, ja, dan gaat dat systeem niet die link leggen van dus die regio, die gaat gewoon de link leggen met de bevolkingsgroep. Hè. En op die manier gaat je dus dat beeld versterken, want dan gaat het dus tegen de politie zeggen van, je moet vooral daar gaan kijken, want daar zitten het meest van die schabbelakken, en dan gaat het er inderdaad vinden, want ja, er zullen er inderdaad wel wat zijn, en dan versterkt het dat systeem, dus je krijgt een soort echokamer. Hè. Ja, dat is het grote nadeel, denk ik, van al die zelflerende systemen. Dat ze niet die link kunnen leggen, dat ze niet een extra stap kunnen maken van dat counterfactual denken, van waar zit het nu feitelijk in? Wat was nu eigenlijk het causale verband tussen al die dingen en niet het associatieve verband? Hè? Maar daar legt er dan ook wel weer een rol weggelegd voor de mensen die het algoritme maken. Als je het doet en als je de data ervoor hebt, want dat is het grote probleem, dat de data zijn er gewoon meestal niet. Hè? Er is een heel mooi boek, hè, over Invisible Women. Hè. De feministen onder ons moeten dat zeker een keer lezen, Invisible Women. En dat toont dus gewoon aan dat al de algoritmes, als jij kijkt naar de safety testen van je auto, die zijn niet gemaakt voor vrouwen van 50 kilo, die zijn gemaakt voor blanke witte mannen van 90 kilo. En dat geeft dus een enorm groot verschil in wat de impact is van een aanrijding. Als jij het 50 kilo weegt, dan schuif je gewoon onder die gordel door en dan doe je een ander soort letsels. Die data zijn er gewoon niet. Hè? Nee. En je kunt dat dus niet trainen aan dat systeem, want die data zijn er niet. En dan zeggen die gasten van dat, dan gebruiken we de data die er wel zijn en dat dat systeem niet werkt. Goed, ja. Dit is wel een belangrijk punt, want wij slimme mensen zoals jullie twee uiteraard niet, maar veel mensen hebben wel het idee dat artificiële intelligentie neutraal is. Of zo, dat artificiële intelligentie geen vooroordelen kan van nature hebben. Uit niet. Van nature uit niet, maar... Het is een deskundig algoritme die kijkt waar zijn er verbanden en wanneer is de probabiliteit hoger dat het... Bijvoorbeeld in de US is er ook zo eens een zaak geweest van een algoritme die rechters moet helpen beslissen of een persoon al dan niet een groot risico had om opnieuw criminaliteit te plegen of welke strafrecht dat die persoon moest krijgen. En daar komt er ook weer de natuurlijke bias die binnen in onze ja, sociale netwerken zet naar boven. En dat is gewoon het probleem, zoals Wim daarnet ja, zei. Toen in Amerika werd de zwarte bevolking werd harder gestraft en grotere kans tot recidive. Ja, en dan de blanke mensen die kregen bijna altijd een free pass. De zwarte mensen die werden strenger beoordeeld, hadden ook zogezegd een grotere kans op recidivisme. Maar dat was uiteraard ook weer die rechters, die keken ook meer zo naar die mensen. Dus eigenlijk, het enige dat die artificiële intelligentie doet, is meer een spiegel van de onderliggende problemen die momenteel binnen onze maatschappij leven, maar
vanuit zichzelf is een het probleem is niet dat die artificiële intelligentie stiekem op het Vlaams Blok wil stemmen, maar dat die data gebruikt van rechters die vooroordelen hebben over zwarte of mensen van kleur. Ja. Ik wil er toch nog een keer op wijzen dat we weer aan het antropomorfiseren zijn en dat we doen alsof dat ding, dat kan gewoon niet racistisch zijn, want dat denkt ook gewoon niet, dat berekent gewoon niet. Dat gaat meer gewicht meegeven, wat ik... Dat is een berekening, hè? Ja, dus dat gaat meer gewicht meegeven dan aan het ras, waardoor dat veel zwaarder meeweegt en het berekenen van de score van die recidivisme. Dus ja, wij noemen dat inderdaad soms wel denken, want we zijn inderdaad artificiële intelligentie aan het vermenselijken, maar het is gewoon, het gewicht zal veel zwaarder doorwegen, want na een tijdje zal dat algoritme een bepaald patroon zien naar boven komen en hij gaat zien van oké, als ik hier meer gewicht aan meegeef, dan zijn mijn probabiliteiten veel beter. Sorry, zeg je maar. Het is ook zoiets van de probabiliteiten zijn dan beter. En hoe groot moet die probabiliteit dan zijn voordat je kunt concluderen dat iets is of iets niet is, dat je iets gaat doen of niet gaat doen. Hè? Men heeft altijd de indruk van dat we artificiële intelligentie gebruiken, dan zijn alle problemen opgelost. Dan beginnen de problemen pas. Hè? Want er komen een heel deel ethische vragen van wat wil je doen, hoe kun je dat doen, hoe ver gaat het gaan, waar gaat het de grenzen leggen. Als je het simpele voorbeeld, hè, de zelfrijdende auto, ja, men denkt dat dat alles gaat oplossen, maar dat lost niks op, want de enige auto die veilig is, gaat een auto zijn die stilstaat. Om hier op in te pikken, ik had een paar dilemma's voor jullie. De eerste, stapt u in een zelfrijdende auto vandaag die u zo dadelijk opwacht om u naar het UZ te brengen? Ik ga u vertellen, de auto waar ik mee rijd is 54 jaar oud. Dat is een Citroën DS, er zit niks van elektronica in. Dat start en rijdt alle dagen. Het probleem met de zelfrijdende auto is dat je verplicht om daar een algoritme in te steken om iets te doen op het moment dat het verkeerd loopt. En dan kun je kiezen of gaat dat algoritme de mensen die in die auto zitten beschermen. Dat is niet leuk voor de voetgangers. Hè? Zeker niet als het dan geprogrammeerd is om de voetganger met een zwarte jas omver te rijden. Dan gaan al de voetgangers met de zwarte jassen omvergejaagd worden. Of wel gaan we een auto hebben die zegt van nee, ik ben nobel. Ik ga de inzittingen opofferen, ten nadele of ten voordele, sorry. Van de andere weggebruikers. Ja. Ik zou de garagist nog willen zien die dat aan een straatsteen kwijtgeraakt. Dus dat is een onoplosbaar dilemma. En de onderliggende reden, er gebeuren natuurlijk accidenten, ongelukken met menselijke chauffeurs. Ja, je zou dat in theorie, dat kan het nu zeker nog niet, hè, maar dat zou dat in theorie, als we de rekenkracht en de snelheid, et cetera, om dat te doen, beter kunnen dan de menselijke chauffeur, omdat het niet vermoeid wordt en inderdaad niet afgeleid wordt door allerlei andere dingen. Maar dat basisprobleem van wie gaat het opofferen als het misgaat, dat gaat het wel oplossen voordat het zich voordoet. En dat is het verschil met dat als jij een accident hebt, dan doe je een reflex, je doet iets. Je hebt daar niet op voorhand over nagedacht van als ik ooit in de situatie kom dat moet kiezen, rijd ik zelf tegen die boom of rijd ik die fiets omver en mijn eigen, je denkt daar niet over na. En op, zelfs als je er op voorhand over nadenkt, op het moment dat je het moet doen, is dat toch een reflex. Bij die AI, die zelfrijdende auto's, gaat dat er wel in programmeren. Hè. En het is niet voor één auto, het is voor iedereen. Hè. U gaat er niet instappen, heb ik. Ik ga er niet instappen. Nee. Ga jij erin stappen? Ja. Als het hem baseert op mijn GPS om hier te geraken, dan zou ik er van die hier nog niet geraakt zijn. Maar het is te zien waar. Op een autostrade sneller dan in een stadscentrum. Op een autostrade zou ik wel anders zien. Met die lane assist en kan hem volgen. Natuurlijk zit je dan inderdaad met het gevaar. Ik weet niet. Mensen bij wie ik meegereden heb, die zullen dat weten. Ik val nogal snel in slaap als ik niet moet zelf rijden. En dan zou je gevaar hebben dat ik zo aan 140 per uur als slapend passeer aan de mensen. En dan, ja, dat is natuurlijk ook weer risico's met zich meebrengend. Dat we liever ook niet willen. Dus ja, ik denk dat dat
persoonlijker is, maar er zijn nog heel wat problemen met die zelfrijdende auto's die niet zo eenvoudig op te lossen zijn. Je hebt het ethisch probleem, je hebt ook het probleem van adversarial attacks, wat ik net gesteld heb. Er zijn bepaalde filters die boven verkeersborden kunnen geplakt worden. En voor mensen valt dat niet op. Dus dat ziet eruit als een gewoon verkeersbord. Maar dat zorgt dat er een paar pixels in dat verkeersbord anders zijn, waardoor dat de volledige verkeerd gaat interpreteren. En dan zou dat verkeersbord niet meer zien. Stel je voor, mensen willen niet gezien worden en er wordt zo'n trui gemaakt met zo'n patroon waardoor dat voetgangers en fietsers ook niet meer door de algoritme gezien worden. En dan zijn we vertrokken. Hè. Maar het probleem, dan ten eerste heb je sowieso al dat ethisch probleem, ten tweede worden ze ook niet meer gezien door de algoritme en rijdt in een auto gewoon door. Plus een AI-algoritme dat getraind is om op een autostrade te rijden, laat dat eens los dan in de pakweg Indische straten. Ik weet niet of mensen daar al gereden hebben, maar ik zou daar niet zo happig op zijn. Omdat de richting daar eerder indicatief is en niet gevolgd wordt, bedoel je? Ja, inderdaad. Laat daar een keer een zelfrijdende auto in. Het zou toch ook wel heel wat proberen met zich meebrengen. Dus ik zou ook ervan graag weten naar welke data dat dat algoritme getraind is voordat ik erin zou stappen. Als het een auto is die getraind is puur om constant in Gent rond te rijden en dat ding doet dat al honderden uren iedere dag, dan zou ik dat ook wel eerder zien zetten dan sommige van de huidige auto's. Het is weer hetzelfde ding natuurlijk. Hè. Als jij zegt van ik wil een vervoersmiddel waar ik zelf niets moet doen, dat ik alleen maar moet zitten en wachten tot als ik op de bestemming ben, we hebben dat. Hè. We hebben de trein, we hebben de trein, de bussen. Ja. De trein komt natuurlijk niet altijd aan waar je... Die zelfrijdende auto's ook niet altijd. Hè. Als je de GPS van me volgt, dus die muskelen zelf hetzelfde. Je moet altijd weten waarom dat je iets gaat gebruiken en wat het doel is van wat dat je gaat gebruiken. Hè. Als je die hebt dat dan je netvlies kan zien of dat je al of niet risico hebt op hartfalen. Ik heb dat daar niet voor nodig, hè, broer. Dat is een volgende retentieus natuurlijk, maar ik zit 30 jaar in mijn vak. Ik zie dat aan mensen als ze binnenkomen, aan allerlei dingen die je zelf niet kunt benoemen. Hè. Dat is een gestalte. Je ziet die mensen binnenkomen, die zijn kort van adem, die ademen een beetje meer frequent dan andere mensen, die stappen een beetje met kleinere pasjes. Ik heb dan niet kijken om te weten of dat een hart slecht is of niet. Dus je voorspelt daar iets dat je eigenlijk anders ook al kunt weten. 1. 2. Je kunt natuurlijk, er zitten hier mensen vanuit met een moleculair biologische achtergrond in de zaal. Je kunt natuurlijk heel diep gaan en je kunt heel diep moleculair biologische dingen of genetica gaan ontrafelen, begrijpen, die we zelf niet kunnen bevatten, die je in een algoritme kunt steken en daar wel een probabiliteit weer op bepaalde aandoeningen gaan voorspellen, maar dan is de vraag van, wil je dat eigenlijk weten? Wil jij nu weten dat je binnen 10 jaar dement gaat zijn? Ik weet dat niet, als je daar niks kunt aan doen, dan zijn we daar niet veel mee met die informatie. Hè? Je hebt wel heel gelijkaardige algoritmes die diabetische retinopathie herkennen ook via je oog. En ik weet niet wat er hier veel mensen al overlast een poging hebben gedaan om bij de oogarts binnen te geraken, maar ik heb het overlast moeten doen. Ben nog aan het wachten tot dat kan zijn. Maar lost het probleem niet op, maar je kunt dat wel een scan maken, maar dan is er nog altijd geen oogarts als er een probleem is, of als je vermoedt dat er een probleem is, die er kan naar kijken. Hè. Ze hebben in Aalst, dus natuurlijk in Aalst, bij Van der Amon, het juiste idee gehad om de dermoscan in te voeren. Hè. Dat was het idee dat ze gingen dat doen, hè. Dus dat is een apparaatje dat je op je gsm kunt installeren en dan kun je naar letseltjes kijken, dat fotograferen en dan krijg je dus een antwoord. Je hebt het risico dat het melanoom is of je hebt geen risico dat het melanoom is. 1, dat ding herkent alleen melanoom, niks anders. Hè. Maar 2,
door het feit dat dat niet getraind is op gewone mensen die gewoon een keer een fotootje pakken van een letselken dat ze hebben, hè, dat ding is getraind met data van dermatologen die onder een bepaalde belichting met een bepaald soort apparaat weten wat dat ze aan het doen zijn en een hele hoog risicopopulatie. Hè. 20-30% van de fotootjes die erin zitten zijn melanomen, terwijl in de normale populatie is dat 1 op 10.000, 1 op 20.000. Maar goed, ze hebben zich in oudst laten overtuigen dat dat een goed idee was om dat vrouwenartsenaren gratis te gaan aanbieden. Dan heb ik berekend van, ja, als je dat gaat doen, dan zouden we dus ongeveer 500 dermatologen extra moeten hebben om al die mensen die een waarschuwing krijgen van, je hebt daar mogelijk zo'n maligne letsel, er moet een biopsie gebeuren om er biopsie van te doen. Maar daar hebben we het weer over een slechte trendalgoritme. Het zijn natuurlijk algoritmes, maar het zijn het toont aan dat het gevaarlijk is als je niet begrijpt van hoe dat, dat werkt, dat de data goed moeten zijn, dat de testpopulatie en de populatie waar dat je het in gebruikt dezelfde moeten zijn en dat je met dat probleem zit inderdaad van die sensitiviteit, die gevoeligheid, die specificiteit van hoeveel vals positieven en vals negatieven wilt je. Hè? En het idee van we gaan daar gezondheidswerkers mee uitsparen, ik denk dat dat niet klopt. Hè? Het resultaat zal zijn dat je veel gezondheidswerkers gaat moeten bijhebben om al die vals positieven gerust te stellen. Hè. En er is een belangrijk principe, sorry dat ik een beetje opdreef ben, er is een belangrijk principe uit de geautomatiseerde wapens, de drones, dat is nu natuurlijk ook in Oekraïne. Je moet er altijd van uitgaan dat je zo'n ding eigenlijk verantwoordelijkheid kunt geven, dat je daar verantwoordelijkheid kunt overnemen, maar de voorafgaande voorwaarde is dat je weet wat dat de consequenties zijn van wat je gaat doen. Dus als jij zo'n toestel geeft aan iemand, een leek die een keer een fotootje pakt, je kan dan inschatten wat dat het effect is van zonlicht of van TL-licht of van ander licht of van een beetje scheef of er eerst wat mascara overwrijven, dan krijg je de klop. En dan loopt het verkeerd, denk ik. Ja, het andere dilemma dat ik had bedacht is Dr. Google, maar dat u eigenlijk al min of meer behandelt. Liever toch een echte nierspecialist die... Liever is een slecht woord, denk ik. Het probleem is hetzelfde een beetje, denk ik. Het is zodanig aspecifiek wat je allemaal vindt. Je wilt toch wel een beetje uitleg over wat je aan het doen bent. We hebben er ook onderzoek over gedaan bij artsen. We wouden eigenlijk weten of dat ze inderdaad bang waren dat hun job ging overgenomen worden door artificiële intelligentie. Of als ze artificiële intelligentie gebruiken, dat ze dan zelf een beetje overbodig worden. Het antwoord is ja, ze hebben er schrik van. Ik denk dat jij er ook schrik van hebt dat dat gaat gebeuren. En de onderliggende reden is één, ja, dat is onze reden van bestaan. Dat is wie dat we zijn als persoon. Ik ben natuurlijk ook vader van 2 kinderen, mijn echtgenoot en blablabla, bla, bla, maar ik ben ergens toch nog altijd nieuw specialist. Dat is hoe dat je je definieert. Dus als je dat kwijtgeraakt, omdat dat machine dat gaat doen, dat is Charlie Chaplin. Hè? Je staat aan die band en die band passeert en jij zit, dat is terrorisme. Dus dat is het eerste. Maar wat daar zeer merkwaardig en een beetje grappig aan is, als je aan de chirurgen, de snijdende disciplines, vraagt van ja, iets dat intelligent is en dat diagnoses kan stellen, kun je dat automatiseren? Dan zeg je, natuurlijk, ja, dat is toch simpel. Nu doen de internisten dat, maar die zijn vervangbaar. Je kunt dat veel beter doen dan artificiële intelligentie. En als je dat vraagt aan internisten, van, kun je je voorstellen dat er daar een robot staat die begint te opereren? Dan zeg je, ja, natuurlijk, ja, dat is toch gewoon een pure loodgieterij, die gasten die doen maar wat. Hè. Dus men legt gewoon het idee van hetgeen dat jij kunt, dat kunnen we eigenlijk niet automatiseren bij een ander. Hè. Van hetgeen dat jij doet, dat is specifiek en dat is intelligent, dat kan niet. Terwijl die ander, nou, die zijn werk, dat is banaal. Hè. Dat is zeer merkwaardig. Hè. En hetgeen wat erachter zit, is vooral het idee van... Ja, dat is wie dat ik ben. Hè. Je personaliseert je met je werk als je dat graag doet. Hè. Het is een parabel voor de condition humain. Ik denk het wel een beetje. We moeten het ook nog eens over ChatGPT hebben, hè, waar nu echt heel veel over te doen is. Is dit
een revolutie, ChatGPT, voor jou? Maar... Goh, het is zeker op eerste zicht extreem spectaculair. Het is iets heel mooi. Vijf jaar geleden, toen ik nog een leek was in het veld, dan hadden we gezegd, ja, de kans dat we teksten kunnen samenvatten de eerstkomende paar jaar, dat gaat niet gebeuren. En kijk, we staan vijf jaar verder en dat is toch wel iets wat ChatGPT kan. Dus ja, dat is zeker op vlak van technologische vooruitgang revolutionair. Maar het is en blijft een wiskundig algoritme. Het voelt heel echt aan, zeker de eerste keren dat je daarmee begint te interageren. Je merkt dat is gemaakt om aan te voelen alsof dat er daar aan de andere kant een mens zit waar je mee in dialoog gaat. Maar dat is niet zo. Dat is een wiskundig algoritme die op basis van wat hij zegt probeert ook patronen te herkennen en terug te geven, maar je merkt dat gemaakt is om aan mensen te doen denken dat menselijk is. Gewoon de delay die daarop komt en dat chat zoals ze als mensen doen, dat is zeker op technologisch vlak een zeer grote vooruitgang, die GPT. En we staan binnen het veld daar zeker van perplex voor dat het allemaal kan, maar ik denk dat de hype momenteel toch meer is dan wat dat ding effectief kan. Dus dat de mensen dat inderdaad, de mensen gaan dat vermenselijken. Ze gaan inderdaad proberen dat ze logisch nadenkt, dat redeneert, maar moet je vragen aan de algoritme of dat 71 een pingetal is. En je kan daar 3 uur met dat ding over zitten discussiëren of dat 71 al dan niet een pingetal is. Terwijl, denk ik, u en ik zullen daar maximum... Dat is een pingetal. Een getal is blijkbaar is door 71. Ik heb de volgende op de som genomen. Ik heb ChatGPT eens gevraagd, wat weet je van Jeroen Zuelaert? En ik heb te horen gekregen dat Jeroen Zuelaert, dat ben ik vooral de duidelijkheid. Ik ben in 1981 geboren, kennelijk. Mijn paspoort staat 1986, maar goed. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Ik heb helemaal geen geschiedenis gestudeerd. Ik werk al sinds 2004. Ik was 17 in 2004. Ik heb voor De Morgen gewerkt. Ik heb voor World Magazine gewerkt. Ik heb voor The Guardian gewerkt. Ik heb president Barack Obama geïnterviewd. En ik heb een boek geschreven, De Helden van de Tour, over de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk. Terwijl ik stellig onder de indruk was van het feit dat ik nog nooit een boek heb geschreven in mijn leven. Het enige voordeel is dat hij denkt dat ik in Kortrijk ben geboren en niet in Dendermonde. Het is weer een antropomorfisme dat ik toepas, maar waarom liegt ChatGPT tegen mij over mijzelf dan nog? Ligt ChatGPT niet, hè? En al die generatieve AI's liegen niet in de zin om te liegen, een filosofische term, eigenlijk is dat een filosofische term, liegen, moeten de intentie hebben om de mensen iets wijs te maken. Ja. Aangezien dat het een ding is, kan die geen intenties hebben en kan hij dus ook niet liegen. Hè? Wat hij doet is confabuleren, hè? Omdat het systeem gemaakt is om het meest waarschijnlijke antwoord te vinden. De meest waarschijnlijke volgende woord is het eigenlijk, zelfs niet het antwoord. Er is altijd de meest waarschijnlijke volgende woord. Dus hij gaat gewoon altijd iets maken. Hè. En of dat dan juist is of niet, dat kan hem eigenlijk niet schelen. En dat is het grote probleem, want uiteindelijk zijn er daar niks mee. Je krijgt een antwoord, maar je weet niet of dat juist is of niet. Dus eigenlijk heb je geen antwoord gekregen. Hè. Dus puur filosofisch zitten daar in een vicieuze cirkel. Je krijgt iets, maar je weet niet dat het waar is of niet. Dus eigenlijk zet je er niks mee. Ik ga dat wel onthouden voor de volgende keer dat ik ruzie heb met mijn vriendin. Ik heb niet gelogen, ik heb geconfabuleerd. Ja.
Dat hangt er vanaf of dat je die intentie hebt om te liegen of niet. Weet je waar is ons ChatGPT zijn informatie vandaan? Het is niet helemaal gegokt, hè, want bepaalde dingen. Enfin, ik heb nu alleen de dingen gezegd die niet klopten. Maar hij weet bijvoorbeeld wat ik voor Knak heb geschreven, of dat ik over de vluchtelingencrisis of over politiek al heb geschreven. Dus het is niet dat hij louter liegt. Gokt hij dan correct wat die dingen zijn? Enfin, weet hij dan bepaalde dingen wel? Waar haalt hij de ideeën dan vandaan? Weten we dat? Om exact te zeggen waar hij die ideeën vandaan haalt, is zeer moeilijk. Maar wat dat GPT in essentie doet, is hij maakt word embeddings, noemen wij dat. En je kan dat een beetje voorstellen als een 2D kaart. En woorden die zeer veel met elkaar geassocieerd worden, die gaan heel dicht bij elkaar staan. Bijvoorbeeld fietser en helm en fiets gaan zeer dicht bij elkaar staan. En dan bijvoorbeeld hier zal krokodil en alligator staan. En dan een beetje meer hier olifant. Dus dat wordt getraind door zeer veel teksten te tonen aan dat algoritme. Al die teksten zijn afkomstig van het internet. En dat traint en dat maakt in een word embeddings. En wie weet is er wel ergens een jeroen die met blanke bomen geassocieerd is. En hij gaat aan de hand daarvan dus proberen voorspellen van oké, welk woord heeft er nu de grootste kans om eigenlijk het volgende woord te zijn, zoals de professor al gezegd heeft. En dan gaat dat algoritme eigenlijk, hokken is niet het juiste woord, want hokken is weer iets dat mensen doen en niet dat algoritme. Hij gaat gewoon het woord uitspuwen met de grootste probabiliteit dat het is. Hij heeft ook nog een randomness factor die aanwezig is in ChatGPT, waardoor alles natuurlijker lijkt. Dus we gaan niet constant het woord teruggeven dat het meest waarschijnlijk is. Ik denk dat hij enkel in 80% van de gevallen doet en in 20% van de gevallen niet. Dus de vraag is dat zo'n random. Dus als ik het opnieuw probeer, dan ben ik misschien geboren in Gent of zo de volgende keer. Of in... Ja, inderdaad. Dat is de sterkte aan ChatGPT. De sterkte waarom het menselijk lijkt, het zal niet constant hetzelfde antwoord gaan genereren door die randomness factor die aanwezig zit binnen in dat algoritme. Als je ook de dislike-button hebt aangeklikt, dat weet ik niet. Dus heb je in ChatGPT, als je daarmee chatten, je krijgt een volledig verkeerd antwoord, dat kan je de dislike-button gaan aanklikken. En dan gaat dat algoritme ook via reinforcement learning leren van oké, dat is een verkeerd antwoord dat ik hier gegeven heb. En dan soms kan je ook de vraag krijgen van vertel ons wat kan uw ervaring beter maken. En aan de hand van die feedback leert dat dan ook constant bij. Dus misschien als je zegt van ik ben daar geboren in dat jaar, dan zal dat algoritme dat in de toekomst misschien beter doen. Nu, ook daarmee denk ik dat het belangrijk is dat men begrijpt hoe dat ding werkt en dat je dan van daaruit ook kunt concluderen waar dat je het best kunt inzetten. Hè. Als je in een heel beperkt veld zit van iets dat relatief goed digitaliseerbaar is als informatie en dat ook relatief digitaal is in wat je het kunt van verwachten, mechanica, elektronica, etcetera, biologie, veel biologische processen, waar men dat kan voor inzetten, is bijvoorbeeld netwerking van cytokine netwerken, dus zodat eiwitten met elkaar reageren, dat werkt perfect, omdat dat ding veel beter kan gaan zoeken van wat er allemaal al bestaat, wat er allemaal over geschreven is, en ja, dat werkt altijd hetzelfde, dat gaat altijd hetzelfde zijn. Van het moment dat je gaat naar iets dat ook een heel klein beetje subjectief kan zijn of zou kunnen zijn, geneeskunde, filosofie, literatuur, dan ontspoort dat quasi direct, omdat dat heel veel andere dingen dan gaat vinden die hij niet aan elkaar kan linken. Hè. Dus als je dat gebruikt voor nieuwe eiwitmoleculen,
te ontwikkelen of te gaan kijken van wat kan dat mogelijk doen, gebaseerd op bepaalde eigenschappen van die eiwitten, dat dan kan hij heel snel gaan kijken van wat is er allemaal van vergelijkbare eiwitten, wat zijn daar de effecten van, en waarschijnlijk gaan die dat ook wel hebben. Je kunt beter dat doen, hè. Dat is een beetje de manier waarop de COVID-vaccins zo heel snel ontwikkeld geweest geworden zijn. Dat werkt perfect, hè. Maar als je dat gaat gebruiken om een auto te laten rijden, als het mistig is op een weg die hij niet kent, dat gaat niet goed komen, denk ik. Eigenlijk, de mensen hebben gewoon een verkeerde indruk van wat ChatGPT is en waarvoor het gebruikt kan worden. Eigenlijk, om grof weg te zeggen, is ChatGPT een fancy Google, waar dan je enkel de eerste pagina aan zoekresultaten terugkrijgt. Dus basically wat dat ChatGPT is. Ik gebruik dat zeker ook om mijn lessen voor te bereiden. Dat is leuk. Dat ding kan mij helpen mijn lessen samen. Maar ik ga er nooit gebruik van maken in een onderwerp dat ik zelf geen kennis heb en zelf niet kritisch over kan nadenken. Want soms komt ChatGPT dan inderdaad met dingen af dat ik dacht van oké, dat heb ik nog nergens tegengekomen. En dan ga je dat gaan beginnen googlen en dan zie je van oké, soms kan er daar wel iets leuk uitkomen en zelf nog niet dat tegengekomen. Maar ik denk dat het grootste gevaar in ChatGPT is dat mensen niet echt nadenken bij het gebruik van en alles voor waar aannemen dat dat er uit dat ding komt. Bijvoorbeeld een van mijn studenten had zijn examen gemaakt puur met ChatGPT. De student was niet geslaagd. Dus die student nam alles wat uit dat algoritme kwam voor waar aan. Die dacht daar niet kritisch over na. En dat is denk ik het grote gevaar aan de huidige algoritmes. De mensen niet meer nadenken omdat het daaruit komt. En dat die gewoon gaan overnemen wat de algoritme denkt. En is dat eigenlijk een beetje het fundamentele probleem? Onderschatten wij menselijk vernuft? In zekere zin? Denken wij te snel dat een machine het sowieso beter kan dan een mens? Ik denk dat dat een deel van het probleem is. Dat we denken omdat het artificiële intelligentie bevat, hè, dat we daar mythische eigenschappen aan toe dichten die het vaak niet heeft. En dat we veel zelf kunnen, ook al lijkt het banaal, hè, maar gewoon dat doen. De eerste robot die dat kan, moet nog gemaakt worden. Hè? En misschien gaat hij dat wel kunnen, dat hij dat kan doen, maar dan ook nog zo doen. Of dat lukt dan niet. Hè? Of iets vastpakken, dat is extreem moeilijk, hè? Om dat te gaan doen. Net omdat het heel veel factoren en heel veel robot dynamics, zo van die hondjes. Boston Dynamics. Hè? Hebben zo van die leuke filmpjes waar je ziet, waar dat een hondje en een robot met hem ook kunnen. Ja. Er zit er wel zeer weinig artificiële intelligentie achter die dansjes. Dat is puur geprogrammeerd. Dat is puur geprogrammeerd, ja. Dus het komt er altijd een beetje op hetzelfde neer. Zolang dat je een goed afgebakend gebied hebt, wat je weet, wat je aan het doen bent, kun je iets automatiseren. En het dan, omdat het geautomatiseerd is en omdat er veel rekenkracht achter zit, sneller doen. En op die manier maakt de winst. En als je kijkt bijvoorbeeld bij ons op intensieve zorgen, hebben we een systeem voor de infectiebestrijding. Dat ding zoekt alle informatie van de patiënt die beschikbaar is op in verband met infecties. Presenteert dat op een mooie manier. En met de druk op de knop zie je van die mens heeft die en die en die infectie al gehad. Antibiotica, dat en dat en dat gekregen. Kiemen waren daar en daar aan gevoelig. En doet dan een suggestie van misschien moet je dat een keer proberen. Dat is overzichtelijk. Als je dat zelf moet doen als arts, zijn we een halve dag kwijt met dat overal te gaan opzoeken. En je krijgt dat direct gepresenteerd. Dat is behulpzaam, dat is helpful, noemt dat dan. Hè. Maar het gaat u niet zeggen, of het gaat zeker niet naar de apotheek bellen, van je moet nu dat medicament brengen en dat gaan inspuiten in de patiënt. Dat is dan weer een stap te ver, want er zitten zodanig veel andere linken in dat je dat ding niet kan weten en dat ik eigenlijk ook denk dat je er nooit gaat inkrijgen. Hè. Ik moet jullie nog de clickbait-vraag stellen. Gaan robots de wereld overnemen? Ik heb een interview met jou gevonden, Marie, waarin jij zei, voorlopig nog niet. Dat is niet helemaal wat wij willen horen, denk ik. Maar fijn, zeg eens, gaan robots de wereld overnemen? Nou, momenteel is de kans groter dat ik de wereld ga proberen over te nemen dan de huidige generatie AI-algoritmes. Dus op dit vlak, op dit moment ben ik daar zeker niet wakker van, maar er is inderdaad wel het
het idealistische geval van General AI, die wel kijk kan doen en kan bij je thuis binnenkomen, een potje koffie zetten, de was voor je kan doen, die kan wel die werk ziet, overneemt, kan logisch redeneren. Dan zou het al slimmer zijn dan de meeste mannen eigenlijk. Ik ga er niet over uitspreken, want ik heb heel veel mannelijke collega's, alleen een man zit hier. Een zekere vorm van intelligentie, hè? Dus dat heet wat wij noemen de point of singularity, waar de artificiële intelligentie slimmer zal zijn dan de mens, verschillende taken zal kunnen uitvoeren en de mens toch qua intelligentie zal voorbijstreven. Wij noemen dat in de vaktermen general AI, en het moment dat de artificiële intelligentie de mens gaat even naar, noemen we de point of singularity. Maar wanneer we daar gaan zijn, ik denk dat de kans klein is dat wij dat nog gaan meemaken. Het probleem is niet de technologie. Het probleem is de mensen die die technologie gebruiken en de manier waarop je de technologie gaat gebruiken. Atoomenergie is min of meer nuttig. Je kunt erover discussiëren of je al of niet kernenergie moet gebruiken. Het probleem is de atoombom. Je kunt dat ook gebruiken om iemand... Een mes is vrij handig als je een boterham moet smeren. Maar je kunt er ook iemand mee doodsteken. Dus het is niet de technologie op zich die het gevaar is. Het is wat we er gaan mee doen. En daar is er een enorm gebrek aan inzicht van wat de gevaren zijn. Eén, van wat moeten we allemaal ontwikkelen, waarom moeten we dat ontwikkelen? En twee, een gebrek aan wetgeving. Er is geen enkele vorm van legislatie nu. Er is geen enkele vorm van juridische bescherming. In principe, als iemand morgen een patent zou kunnen nemen, en in theorie is dat mogelijk, op een generative AI, dan zijn alle mogelijke boeken die ooit gaan geschreven worden, van hem eigendom. Want hij kan beweren dat zijn ding dat kan. En hij kan dat ook instantaneous. Hè? Dus dan heeft hij in alles geschreven wat beschikbaar is. Alle mogelijke medicamenten ontdekt die beschikbaar zijn. Ja, dat is niet bevattelijk. En toch is het mogelijk. Want er bestaat geen enkele wetgeving die dat tegenhoudt. En dat is het probleem, denk ik. Hè? Ik geloof niet dat robotten heel snel de wereld gaan overnemen. Je kunt u natuurlijk vergissen als ze zo intelligent worden als de mens, dat ze dat inderdaad wel gaan doen. Hè. Er bestaat een heel mooi boek van Ewan McEwan over Machines Like Me. En dus wat dat hij beschrijft, dat er een firma de ideale robot gemaakt heeft. Je kunt niet verschil maken met een gewone mens, maar het is dus wel een robot, artificiële intelligentie. Het is een heel mooi verhaal. En ongeveer een derde van het boek wordt duidelijk dat nul van die machine zelfmoord pleegt. Hè, omdat ze dus niet om kunnen met het onethische gedrag van mensen, en dat ze dus door het feit dat ze intelligent zijn en alles weten en met iedereen in verbinding staan, ja, zoiets zelf van waarom doen de mensen dat niet, hè? En dat zijn onze bazen, en dus dat ze liever hun eigen uitschakelen dan verder te leven, hè? En een tweede probleem dat je bij dat ding tegenkomt, is dat dat natuurlijk zodanig super perfect is dat je er als mens ook niet tegenop kunt, hè? Dus dat je daar dan op vastloopt, hè? Dus dat denk ik wel. Dat je, als het heel goed wordt en ook menselijke kantjes begint te krijgen, dan is natuurlijk de discussie wat zijn de menselijke kantjes en in hoeverre zijn wij mensen intelligent en ethisch, etc. Maar er komen heel wat ethische vragen op ons af, waar we het antwoord niet op weten. Hè. En het probleem is dat de technologie er al is en dat wij nog zitten te wachten om te bedenken van wat we er gaan mee doen. Dat is eigenlijk het probleem. Ze lopen ons gewoon voorbij. Hè. Ik wil zeker nog de kans geven aan mensen om vragen te stellen. Maar ik ga toch proberen om dit gesprek op een lichtjes positieve noot te eindigen. Maar het is ook positief. We weten niet hoe we het gaan gebruiken. Ja, inderdaad. Los van alle mogelijke killerrobots die ons in de verre toekomst misschien staan te wachten, heeft artificiële intelligentie ook gewoon de kans om ons werk, en dan denk ik bijvoorbeeld dan aan uw werk, een stuk aangenamer te maken? Of ben ik dan te optimistisch?
Dat is een hele goede vraag. We hebben ons die ook al gesteld. We hebben die ook alleen aan de mensen gesteld. En het komt altijd op hetzelfde neer. Van wat gaat het doen met de tijd die je wint door je werk te laten doen door een robot? Als jij morgen zegt van je basisakkoord dat jij het artikel inlevert en dat generative AI is robot de robot schrijft. Voilà, en wat ga jij dan doen nu in dit? Ik denk dat ik ga fietsen buiten, maar... Ja, of je gaat misschien verhaaltjes schrijven voor je eigen. Ja, er bestaat zo'n maar denk, verhaaltje. Maar ik denk dat ik ontslagen word dan... Nee, maar stel dat hij je baas nog zo goed is. Misschien is het ook uit zelfbehoud en dat hij anders zelf ook ontslagen wordt. En dat hij zegt van, je mag dat doen, levert maar in. Hè. Maar jij moet dat niet meer zelf doen. Hè. Er staat zo'n mooi verhaaltje in De Kleine Prins. Er wordt een pil ontwikkeld. Hè, dat je geen dorst meer hebt. Als je zo'n pilje pakt, heb je geen dorst meer. En je spaart 3,5 per week uit. Dat je niet moet gaan zoeken achter drinken en uitdrinken. En dan is de vraag van wat ga je doen met die 3,5? En dan zegt De Kleine Prins, dat is eigenlijk simpel. Ik ga me op mijn gemak onder een boom zitten. Ik ga mijn glasje water pakken en ervan genieten. Ik kan ook nog een fictieverhaal schrijven over hoe artificiële intelligentie de wereld over zal nemen, want dat weigert ChatGPT om te doen. Ja. Dat is in de geneeskunde ook zo. Hè. Als je bij ons in het ziekenhuis binnenkomt, dan moet je een identiteitskaart in een aanmeldzaal, noemt dat dan schoon. Hè. Nu, 20% van ons publiek is zijn kaart al vergeten. Hè. 20%, ja, dat zijn oudere mensen, die weten niet goed waar ze dat dan moeten insteken. Dus er staat dan een mens naast om die te helpen. Hè. Wat het doel al een beetje voorbij gaat, er komt dan een ticketje uit dat je moet inscannen, dat je een telefoon. Ja, niet iedereen heeft een smartphone. Ik heb dat bijvoorbeeld eigenlijk nog maar een jaar. Ik ben een vriend antitechnoot. Dus dan staan we er al. Dus ja, ik wil wel zien dat het positief is, dat het inderdaad dingen oplost, dat je dat efficiënter kunt. Maar de vraag is een beetje van wat doe je met die efficiëntiewinst op het eind van het verhaal. Hè? Als je in een ziekenhuis zit en alles gebeurt digitaal en je wordt door een robotje rondgeleid, ik weet niet of dat te veel mensen zich dan echt geholpen gaan voelen. Hè? De technische fix is opgelost. Hè? Je kunt een technisch probleem oplossen zonder dat er een arts bij te pas komt, zonder dat er iemand iets moet doen, maar voelt u echt geholpen? Ik weet het eigenlijk niet goed. Hè. Ik denk dat dat een deel van de vraag is. Hè. En hoeveel geld en tijd en energie gaan we daarin investeren? In robotchirurgie, die veel meer kost dan de fysieke chirurgie. Maar ja, je hebt dan wel geen geld meer over om een verpleegster te sturen achteraf als die mens thuis nog verzorging nodig heeft, bijvoorbeeld. Hè. Want dan is het geld op. Een tweede probleem is dat we nu met een generatie chirurgen zitten die al niet meer gewoon kan opereren, want ze hebben dat nooit geleerd. Dus ze zijn wel al afhankelijk van die robot. Dus eigenlijk heeft die robot al overgenomen. Want als die robot zegt voort, dan staat het daar. Hè? Dus dat zijn dingen, de scaling noemt dat dan, wat daar mensen wel mee bezig zijn binnen hun vakgebied. Hè? Van waar zit mijn zingeving dan? Ik ben nu vrij filosofisch, hè? Het wordt echt stilletjes. Ook niet zo optimistisch mee eigenlijk. Ik kan er misschien wel deels antwoord op geven, want een paar maanden geleden, dat is veel minder populair dan ChatGPT, is GitHub Copilot uitgekomen. Een beetje ChatGPT, maar voor programmeurs. Dus dat ding kan heel goed programmeren. En er was inderdaad wel een zeer grote paniek onder de collega's van, gaan wij hier nog werk hebben? En ook onder de studenten die echt overwogen om te veranderen van studierichting, omdat ze dachten, ja, programmeren, dat gaat niet meer nodig zijn, want GitHub Copilot kan dat wel. Maar wat wij gemerkt hebben, is dat meer de taakjes die waar wij niet echt bij moet nadenken, dat veel repetitief zijn, die zijn weg. Dat neemt dat ding van ons over. Aan de ene kant maakt dat ons leven een stuk makkelijker, maar aan de andere kant ook deels moeilijker. Want wat blijft er nog over van taken? De dingen dat hij veel meer input in moet geven en dat je veel meer zelf over moet nadenken, zoals hoe ga je dat programma gaan programmeren, wat moet er daar allemaal in komen. Veel meer het abstracte denken blijft over,
wat dat dan het juist ook een mooi leven wat moeilijker maakt, want dat dierke achter dat ik gegeven heb en in de middag dat ik dan zo die taakjes deed, dat ik niet bij je moest nadenken, omdat ik toch altijd mijn uurke heb dat ik veel minder productiever ben. Ja, dat valt me weg. En dat wordt vervangen door dat weer een uur dat ik echt wel zeer zwaar ofwel moet werken, ofwel ga ik oefenen met de collega's. Jij mist jouw uitbuikuur, ja. Als het ware. Ja, echt wel. Ik ga jullie alvast bedanken, maar blijf nog even zitten, want ik denk dat ze mensen wel heel graag vragen willen stellen. Dus wie wil, er is een microfoon en die komt tot bij u. De enige afspraak die we nog maken is dat vragen maximum 25 seconden lang duren en op het einde gaat u het timbre van uw stem een klein beetje naar omhoog. Dus geen statement van meerdere minuten alstublieft. Goed, en na deze licht intimiderende introductie, wie heeft een vraag die je absoluut wil stellen? Niemand. Dat was het heel duidelijk. Nee, daar wel. Ik had de indruk dat de geneeskunde wel een beetje bang is van AI. Dat dat niet echt nodig is. Heeft dat een vooral te maken met het feit dat de geneeskunde niet gewoon kan met data. Dat we nog met gele klevers bezig zijn en dat men een huisarts alleen maar naar een laatste bloedstaal kijkt. Dus dat we gewoon nog stappen te zetten hebben en AI gewoon zo bedreigend is dat ze daar bang van zijn. Ja. En nee, ik denk dat mensen daar op een bepaalde manier bang van zijn. Dat er een andere groep mensen is die er een beetje naïefachtig geloof in heeft dat wel een probleem gaat oplossen. Het belangrijkste is dat je het gebruikt voor dingen waar het echt kan voor gebruikt worden, waar het voor gemaakt is en waar het een voordeel heeft. Hè. Als je in een labo werkt en iets ontwikkelt, zeg het, moleculaire biologie of technologie, dat kan. Hè. Als je diagnostiek doet met radiologie, we hebben een week of twee, drie geleden een prachtige voorstelling gezien van een van onze maxillofaciale chirurgen, aangezichtschirurgen, waar dat hij zegt van op basis van artificiële intelligentie, dat is natuurlijk een intelligente, het is een zeer gesofisticeerde manier om dingen te berekenen, dat hij dus de maat van zijn prothese en de manier waarop dat hij bepaalde dingen insnijdend moet maken rond een tumor eigenlijk kan voorspellen, vooraf oefenen eigenlijk zelfs, hè, met, ja, op demo's. Dat zijn natuurlijk stappen vooruit in de behandeling, hè, dat kun je niet ontkennen. Hè. Maar het idee dat iemand gaat binnenkomen bij een arts, of gaat binnenkomen en een ticketje pakken en in de scanner draait, gelijk als in Star Trek, van Beam Up Scotty en daar is de diagnose en je zegt genezen. Sorry, dat gaat niet gebeuren, denk ik. Ja. Dus het zit een beetje tussen de twee. Je hebt degene die de schrik voor hebben, moet eigenlijk ook niet, denk ik. Maar wat ik vooral schrik voor heb, is het misgebruik, ja, van die artificiële intelligentie, zoals ik al zei, die een dermoscan, dat wordt dan op de markt gebracht en iedereen begint dat te doen en dan zijn de poppen aan het dansen. Want dan creëert het een heel deel, ja, vals positieve. En wat gaan we daar dan mee doen? Je hebt iets ontdekt, die man heeft 20% kans om binnen 10 jaar prostaatcarcinoom te ontwikkelen. Ja, gaan we daar dan een prostatectomie bij doen? Liever niet bij mij toch. Hè? En dat zijn de vragen. En als je niet het antwoord daarop kunt geven voordat die technologie er is, dan wordt dat heel gevaarlijk. Hè? Want nu, genetica, we kunnen van alles voorspellen met genetica, hè? Maar blijven altijd voorspellingen. En wanneer gaan we een... Ik ga het nu een beetje cru maken. Wanneer gaat een vruchtafdrijving, een zwangerschapsonderbreking overwegen als die kans 20% is, 25%, 30%, 50%, 5%? Ja, maar de diagnostiek is er wel. En de vraag wordt gesteld, terwijl de meeste mensen er dan niet op zitten te wachten. Hè. En ik denk dat we daar allemaal niet aan uit zijn. Al die ethische vragen moeten eerst stellen en pas dan de technologie introduceren. En het gaat zodanig rotsnel dat ze ons voorbij lopen. Hè. Er is geen wetgeving, er is geen regelgeving, er is geen ethiek. En dat is
echt wel angstwekkend. Hè? En ik ben een echte optimist. Ik doe al 30 jaar artificiële intelligentie. Ik geloof daar echt wel in. Maar om het gebruiken voor wat het maar waard is. Hè? Gelijk als dat wij doen op intensieve zorg, dat infectietool, die Cosaro, dat is mijn droom. Hè? Je spaart uren per dag dat je anders zit te kijken en pdf'tjes open te doen van labo's van 20 jaar geleden. Hè? Denk ik. Of was dat niet het antwoord op uw vraag? Dat was meer dan 25 seconden ook. Nee, maar u hebt meer dan 25 seconden. De vraag stellen voor mij 25 seconden. Ik denk ook als data scientist de hoop bij ons als technologen, als de niet-artsen, is inderdaad wel eerder een symbiose gaan creëren met de artsen, niet de artsen vervangen. Heb dat menselijk aspect, heb die interactie nodig. Dat is niet iets dat we ooit gaan kunnen vervangen. Dat is ook zeker niet de wens, of toch zeker niet van mij. Maar hoe leuk zou het wel niet zijn, mensen maken fouten, waaronder artsen. Het wordt interessant wanneer de algoritmes andere types fouten maken dan de artsen. Als je aan een algoritme kan werken, er komen bepaalde fouten naar boven bij de arts, maar andere fouten bij het algoritme. En je kan er een evenwicht in vinden, inderdaad, tussen je false positieven, maar dat je dan ook de false negatieven van de artsen weg kan halen. En dat eerder de grote droom is van de mensen die vanuit het technologisch standpunt, dus dat we de artsen bij kunnen staan om die bepaalde procent gevallen die er toch tussenuit vallen om de een of andere reden, dat we die kunnen opsporen en verder helpen. En er zijn inderdaad nog heel wat stappen die genomen moeten worden voordat we daar zijn. En er moet daar ook inderdaad zeer goed nagedacht worden over hoe je uw algoritme maakt, hoe je uw data gaat gaan capteren eigenlijk. Dus dat start al vanuit het ziekenhuis. Dus hoe je uw data eigenlijk gaat verzamelen en dan ook je algoritme zodanig optimaliseren dat hij net andere fouten maakt dan een arts. En daar zit eigenlijk wel de hele grote uitdaging. Ik ga kijken of er een andere vraag is ondertussen in de zaal. Ik zie onze microfoon ook niet meer. Sorry hoor. Ja. Ik heb nog een vraag. Als je zo praat over de technologie, steekt eigenlijk de vragen van ethiek en de wetgeving voorbij. Dat is dan waarschijnlijk de big data bedrijven. Maar is er dan een soort schrik dat bijvoorbeeld een bepaald regime die technologie dan gaat gebruiken? Of wat is daar eigenlijk de angst dan? Ja, dus dat een regime kan, of een compagnie, dat is nu al zo, dat de farm, allee, de firma's, ja, als je kijkt, de macht van Google, al die big data, het is afgrijzelijk wat ze van u weten. Mensen realiseren zich dat altijd niet. Hè. Dat is één aspect, maar minstens even belangrijk vind ik het valse geloof of het valse vertrouwen dat men daarin heeft, hè, van dat gaat alles oplossen. Terwijl het niet helemaal duidelijk is van wat dat er moet opgelost worden en of dat de oplossing wel beter is. Hè. Ik ga me nu extreem onpopulair maken. Als je kijkt, de auto, ja, iedereen zal dat wel een vooruitgang vinden. Hè. Dat is 100 jaar geleden uitgevonden. Maar we zijn eigenlijk wel goed bezig met nu meer en meer vast te stellen dat dat meer problemen creëert dan dat het oplossingen genereert. Hè. En dat is nog iets simpel eigenlijk. Hè. Dat is, ja, met vier wielen of van zijn ingereden. Maar als je dat loslaat, als je er nu over nadenkt van hoe ga je dat gebruiken, hoe kun je dat beperken, wat is het doel daarvan, dan rijdt dat zijn eigen vast, letterlijk. Hè. Files, et cetera, et cetera. En dus dat een beetje het idee van, je kunt wel van alles gaan weten, tot je genetica, tot je moleculair niveau toe, maar een mens is geen machine. En dat wordt vaak vergeten. Je kunt technologisch alles oplossen, maar ja, de mens blijft geen machine. De mens is de mens. Hè. En dat wordt een beetje vergeten. Dus ik denk dat we dat moeten zien, dat de
er zijn technische problemen in ons lichaam. Als je dat als een machine bekijkt, het is altijd tof dat we die kunnen oplossen. Daar is de geneeskunde voor. Maar op een bepaald moment zitten we over de limiet en zitten we inderdaad in die ethische en de juridische dingen, hè, die we gaan kunnen. En als je dat niet op voorhand goed overdenkt, dan ben ik er toch wel een beetje bang voor. Ja. En mensen willen daarin geloven. Hè. Mensen kunnen nu al niet meer verdragen dat als dokter zegt, daar kunnen we niks aan doen. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Mensen willen dat gewoon niet verstaan, dat dat niet kan. Terwijl dat wel zo is. Hè. Ik ga eens een voorbeeld ook geven van iets waar ik persoonlijk toch wel soms aan denk. Facebook kan aan de hand van een profielfoto weten of je holibi bent. En in een land zoals België, waar dat er toch wel zeer veel tolerantie is, kan je zeggen van oké, dat is allemaal wel oké, dat is allemaal niet zwaar. Maar wat als dat algoritme in een niet-tolerant land kan gebruikt worden voor het vervolgen van de mensen die daar aanwezig zijn? Dus dan is inderdaad de vraag, is dat nodig dat we een algoritme maken? Want waarom dat Facebook dat gemaakt heeft, ik weet het niet. Dus je zet inderdaad wel dat je met dat idee, als je zo'n algoritmes maakt, wat is het nut daarvan? Zijn er dingen dat wij niet zien? Dat zijn inderdaad wel dingen dat wij als technologen, of ik toch zeker soms van, ja, niet echt wakker ligt, dat is misschien ook overdreven, maar er toch wel even bij stilstaan en nadenken van, ja, AI kan heel veel mooie dingen, maar AI zal ook heel veel, er zullen zeker mensen zijn die het zullen misbruiken, en inderdaad, momenteel zijn er nog zeer weinig regelgevingen, en ja, dat is toch ook inderdaad iets. Dat is ook een vrees binnen de community, zeker. Misschien nog een laatste vraag voor een enthousiasteling. Of ook niet. Ik denk dat jullie zodanig duidelijk en volledig zijn geweest dat de vragen, het reservoir is opgedroogd. We zijn allemaal gaan opzoeken bij ChatGPT. Ik wil jullie alvast bedanken voor jullie aanwezigheid hier. Wim van Bezen en Marie de Witt, ik ga jullie bedanken voor jullie aanwezigheid en die echt in zeer grote getale was. Ik wijs er nog op dat er op 28 maart opnieuw een wetenschapscafé is hier over pijnstillers. En ik geef nog mee dat jullie dit wetenschapscafé kunnen evalueren online op de website van Wetenschapscafé. En dan kunnen jullie deze sprekers danken en belonen voor hun inzet en de moderator afstraffen. Als jullie dat zouden willen. Ik wens jullie nog een zeer fijne avond en ik zou zeggen, geef ze nog een kort applaus.